Wat had ik ook alweer? Aardappelpasta. Met pasta met aardappel. Pesto. Aardappelpestopasta. Daar gaan we dan, Lin. Zo, als je dit kan even nabrengen. Oh, nou, niet te veel poespasta. Ik weet nooit hoe een weegschaal werkt. Het is een baby knoflookje. Ik wou dat het stonk, maar het ruikt echt lekker. Ja! Hey. Dan past het goed. Wat had ik ook alweer? Aardappelpasta met pesto. En dit is aardappelcurry. Aardappelcurry gewoon, toch? Oh, dat was een strenge blik, Britt. Ja. Ik ben eigenlijk niet zo'n gigantische curryfan, maar ik merk wel dat ik blijf eten. Heel voor een pasta vind ik hem erg lekker. Ja, er zitten kleine stukjes aardappel doorheen, pijnboompitjes, huisgemaakte pesto, snijbonen. Spergiebonen. Ik weet echt niet wat het verschil is tussen een spergiebonen en een snijbonen. Snijbonen zijn over het algemeen stugger dan spergiebonen. Mag ik ook nog proeven? Zo, jij hebt het zwaar hier, of niet? Ik vind hem meet. Ik weet wel waar ik zelf voor zou kiezen. Jij zou voor de pasta kiezen. Nee. Ik dacht eerst, deze is niet zo bijzonder, maar als curry normaal ook zo hoort te smaken, dan is dit ook niet zo bijzonder. Ik zit echt een dubio. Ik bleef me die wel de hele tijd eten. Ja, ik hou niet van pasta en ik vond deze wel heel lekker. Ik weet het. Ja, ik weet het ook. 1, 2, 3, pasta. Ja, oh, je hebt het gewonnen. Oh, dankjewel. Ja, ik heb gewonnen. Voor de kijkers, ik zou ze allebei proberen. Ik ben blij, want jij kookt voortaan. Ja. Bedankt voor deze cook-off. Dankjewel. Oh nee, ik moet dan even heel zielig kijken.